Dag lieve vriendjes, hoe is het daar? Nou, u gaat het lekker hoor. Ik bedoel, en dan lieg ik niet. Ik zeg hoogstens niet de waarheid. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Agnetje opgestuurd? Laten we even kijken. Hé. Van die goedkope meuk van de Albert Heijn. Ja, dit zijn dus van die borrelsnackjes waar je niet op hoopt als je bij iemand komt. Hè. Je denkt, leuke mensen, ik neem een flesje wijn mee. Niet voor 5 piekies, maar ik ga even naar de slijterij. Mooi flesje voor 15 euro. Gezellig, hè? Hebben ze ook een keer iets anders dan die goedkope bocht die ze normaal schenken. En dan kijk je in de schaaltjes en dan hoop je natuurlijk op een lekker stukje worst of een lekker blokje kaas. Maar nee, de vrouw des huizes is voor 69 cent bij de Albert Heijn van die butgoedkope snackies gaan halen. In dit geval kaaswafels met de romige kaascreme. Nou, dan hebben we hier kaasbolletjes. Zit het ook met kaascreme. En dan hier de kaasbiscuitjes. Ook met geraspte kaas. Ja, dit zijn dus van die, laten we zeggen, Hollandse tapas waar zo'n hond op zit te wachten. Maar goed, ik kan wel boos blijven over dit soort spulletjes. Maar je kan ze ook even proeven, want misschien zijn ze wel heel erg lekker. Dat je denkt, nou, mevrouw heeft misschien niet de beste gedaan, maar ze smaken aardig. Laten we eens kijken. Huppatee. De kaaswafeltjes. Oh. Je bijt dus dat zakje open en dan komt er een hele muffe, bittere kaasprutlucht uit. Oh. Verschrikkelijk. Nou, hartstikke leuk. Een kaaswafeltje. Je hebt dus wat wafelkoek. En daartussen zit dus die, die kaasbut. Die kaasplakkerige. Oh, dat is niet eens plakkerig. Dat is keihard. Dus waarom ze het crème noemen, mag God weten. Het is qua bijten prima, gewoon een wafeltje met een soort vulletje. Alleen de smaak is alsof je je tong in de kont van de hond van de buren steekt. Bitter. Het is niet lekker. Het is niet lekker. Ik ga er ook niet meer dan één nemen. Gevuld met romige kaascreme. Gadverdarrie, lang meer romige kopkaas. Goed, dan hebben we nog ook de kaasbolletjes. Als je mij vraagt, overigens is het natuurlijk helemaal geen reet verschil tussen die en die. Maar wie weet, hè? Misschien worden we toch nog verrast vandaag. Eens even kijken. Nou, het is inderdaad wel anders, want dit is inderdaad gewoon een klein bolletje. Maar volgens mij van precies dezelfde deeg als die wafeltjes. En hier zit dat dan niet leuk als een laagje ertussen, maar waarschijnlijk erin gespoten. Ach, kijk. Dan hebben ze dus gewoon zo'n half soesje. En hebben ze dan een beetje van die romige kaasdrap. Wat helemaal niet romig is, moet je kijken. Dus je gooit er zo iemand een gat mee in zijn hoofd. En dan doen ze een dekseltje op. En dan verkopen maar die troep. Eventjes alleen die kaas. Eigenlijk heeft het niet eens wat weg van kaas. Die zogenaamde kaascreme. Wat zit daar in hemelsnaam in? Dat is wel heel grappig, want in de kaascreme zit eigenlijk helemaal geen kaas. Nergens in de ingrediëntenlijst staat kaas. Echt nergens. Oh, ze zeggen dat dan op een gegeven moment wafelbolletjes met crèmevulling met 12% kaaspoeder. Dus die kaascreme bestaat uit 12% uit kaaspoeder. Alleen op de ingrediëntenlijst staat dus nergens kaaspoeder. En dit is echt een wanproduct. Volgende. Nou, hier hebben ze iets hartstikke leuks van gemaakt. Een soort kaaskoekje, denk ik dan. Groot voordeel. Hier zit niet van die smerige kaasloze kaascreme in. Dit is gewoon een kaaskoekje. En dat heet ook
biscuits met 20% geraspte kaas erop. Gewoon geraspte kaas erop. Het lijkt me stug dat het hier wel als kaas beschreven staat. Nee, ook niet echt. Maar het proeft wel een beetje naar kaas. Dit is dus met die gore kaascreme. Dit is dus met geraspte kaas. Is deze dan wel lekker? Nee. Het is gewoon een smerig zout cookie. Met wat men zegt dan kaas erop. Maar het is niet dat je denkt, hap, hap, hap. Ach, lekker, kaas. Want eigenlijk proef je helemaal geen kaas in al die kaastroep. Aan de andere kant kost het natuurlijk ook geen ene reet. Dus ja, wat verwacht je dan? Dat het een goed product is, met mooie kwaliteitskaas erin. Kan dat ook niet. Ik moet je toch vertellen dat ik dus één kaaswafeltje heb gegeten. Één kaasbolletje. Één minuscuul hapje van de inhoud van het kaasbolletje. Nou, en zo'n kaasbiscuitje. Maar ik ben een beetje misselijk. En dat komt door deze twee, want die kaascreme, waar eigenlijk helemaal geen kaas in zit, is niet te nakken. Misselijkmakende but. Het is natuurlijk nu wel zo dat alle mensen waar ik op een bordeltje word gevraagd, nu denken van, zullen we deze kaassnackies dan voor hem kopen? Vindt hij vast leuk? Doe het niet, dat komt nooit meer. Tijd voor de cijfertjes. En dat wordt natuurlijk een tranendal. Laten we eerlijk zijn. Dit is echt smerige, goedkope rotzooi. Nooit doen. Moet je nagaan dus dat je een lekker glaasje wijn hebt. En dat je dan zo'n kaaswafeltje in je bakjes duwt met die crème erop. Slaat de wijn ook gelijk dood. De kaaswafels zijn het goorst. En hoe komt dat? Er zit het meeste van die vier smerige crème in. Die krijgen van mij echt een absolute 1. De kaasbolletjes is eigenlijk precies hetzelfde product. Alleen er zit dan een kogeltje van die kaastroep in. Je krijgt een 2. Waarom iets hoger dan die? Omdat er minder van die kaasmeuken in zit. En dat je er ook niet naar hoeft te kijken. En wel gewoon te doen zijn gewoon die kaasbiscuits. Dat kan je gewoon met een biertje nemen. Je proeft natuurlijk dat het geen moe voorstelt. Maar dat maakt niet heel veel uit. Er zit in ieder geval niet die gore crème in. Deze krijgt gewoon een 5. Een 5'tje. Mm-hmm. Ja, het spijt me, Appie Heijn. Dit is natuurlijk gewoon rotzooi. Dat begrijpen jullie zelf ook wel. Maar daarom vragen we er waarschijnlijk niks meer voor. Goed. Het is bijna tijd dat ik naar mijn volgende borreltje ga. Ik mag hopen dat daar even iets meer kwaliteit op tafel staat. Dan hier. Doei!